en goedemorgen. Zoals de hele week heb ik een zootje, is het eigenlijk. Maybelline. Ik heb de nieuwe Maybelline Super Stay Skin Tint. De Maybelline Super Stay 24-Hour Skin Tint. Dit is een skin tint with vitamin C. En wat staat er nog meer op? Buildable skin light coverage. Weightless feel, natural radiant finish. Resist sweat. Het is heel moeilijk te lezen. Water and transfer up to 24-hour vitamin C en vitamin C. Derivative? Oké. Die heb ik al een aantal keer geprobeerd en ik vind hem heel fijn. Het is met zo'n... Hij ziet er zo uit. Ik heb hem gekocht bij Notino. Het is met een pipet. En één pompje is meer dan genoeg. Overal haren van mij. Dit doen we met een spons. Het voelt heel licht, dat is inderdaad waar. Waar het me aan doet denken, is de L'Oreal Serum Foundation. Voor everyday is dit echt prima. Zoek je iets met meer dekking, dan wordt dit hem niet. Kijk maar. Maar goed, ik doe dan altijd de Rewind Concealer. Dit is echt de perfecte concealer voor mijn huidskleur. Dit doe ik met een kwastje, omdat ik op die plek waar ik dat hele paars-rooige heb, de dekking goed wil houden. Dit is een kwast van Real Techniques. Nou, de rest kan wel met de spons gewoon. Het gaat ook niet om super, behalve deze plek moet. En het komt er nog doorheen, zie je dat? De Super Stay 24-Hour Skin Tint. De gewone 24-Hour Foundation ken ik niet. Want ik heb de neiging te denken dat die te mat voor mij is. Deze is niet heel dewy, heel glowy, heel erg dat soort dingen. Het geeft inderdaad een soort natuurlijke glans aan je huid. Even kijken of ik hier een klein beetje... Met de concealer. Klein beetje meer dekking kan geven. Zo.
Wat vind ik ervan? Ik heb hem al een tijdje. Ik heb hem een weekje, denk ik. Ik heb hem al een aantal keer gebruikt. Hij is inderdaad licht gewicht. Hij doet me inderdaad denken aan de True Match Foundation Serum. Hoewel deze niet zo glowy is. Die vind ik meer dewy, zeg maar. Deze geeft een hele natuurlijke uitstraling en natuurlijke glans aan je huid, maar niet te veel. Hij droogt op, hij zet wel. Ja, dit is niet heel erg vervelend. Het is misschien ook niet handig dat ik met opmaken een wit shirt heb gedaan. Ik vind dat hij goed draagt. Ik heb een droge huid. En hij doet het bij mij prima. Hij redt zeker de 8 uur wel. Voor een skin tint vind ik het echt. En moet ik eerlijk zeggen, vind ik het een fijn product. Ja. Ja. Ik denk dat het wel bij een van mijn favorieten kan. Nou heb ik sowieso niet heel veel missers met Maybelline. Maar nou, dit is wel, is een goeie. Ik heb hem bij Notino gekocht voor onder de 10 euro. Wil ik zeggen, maar weet ik niet helemaal zeker. Om me erbij. Het zal tussen de 8 en 12 euro zijn geweest. Ik weet het niet precies. Ik heb het doosje ook niet meer. Of die ding had bonnen ook niet meer liggen. Ik heb hem nog niet bij de Kruidvat gezien. Ik heb hem ook niet heel veel gezien op YouTube. Ik heb hem wel bij een aantal Amerikanen langs zien komen. Maar niet heel veel. Ga het dus gewoon. Ik zou zeggen, ben je op zoek naar een skin tint? Iets voor de zomer. Iets licht gewicht. Iets wat lekker gewoon hydraterend aanvoelt. Wat je een mooie natuurlijke glow geeft. Ik zal nog even kijken of ik de kleur kan vinden. Dit is de kleur 02. En hij is 12 maanden houdbaar. Ja. Ja, nee, ik ben er tevreden over. Ik vind het een fijn product. Dit was hem voor vandaag. In de Maybelline Week. De Superstay 24 Hour Skin Tint. Bedankt voor het kijken. En zie ik je bij de volgende. Doei!